Welkom bij Arnhem Report op Recesmet. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik met alle Arnhemse raadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag fractievoorzitter Guus van der Laak van Arnhem Centraal. Wat heeft zijn partij dit jaar kunnen betekenen voor het betrekken van de burger en voor meer voorzieningen in Arnhem-Zuid? Goedemorgen meneer Van Laak, tweede seizoen van Op Recesmet. Vorig jaar spraken wij elkaar ook en nu opnieuw recesperiode. Turbulente tijd geweest, maar laten we eens even beginnen met een nieuwe vakantie. Op het moment dat u even niet met de politiek bezig bent, wat doet u nu zo wel op het moment? Op het moment heel weinig, omdat het heel warm is. En voor de rest gewoon bijkomen. Ja. Gewoon uit de stress. U heeft een zoon? Twee zoons. Twee zoons heeft u? Ja. Maar een beetje een gezinsman of familieman? Ik. Ja? Jazeker. Ja? Jazeker. En ze wonen nog thuis, die twee. Ja. Mijn dochter, die heb ik ook nog. Die is al, denk ik, een jaartje of 15 uit huis. Okay. Die is vrij jong uit huis gegaan. Ja. Maar die jongens zijn nog steeds thuis. Okay. En ik vind het gezellig. Ja. Dus, Dat is ook wel grappig. Ze zijn allebei boven de 30. Ja. En nog thuis. Ze vinden het blijkbaar prima thuis. En we doen nog heel veel samen. Dus vader, zoon, het is meer kameraden. Ja, vrienden word je bijna op een gegeven moment. Ja. Ah, leuk toch? Ja. En een kat hoorde ik al, of nog meer huisdieren? Ja, we hadden er twee in maart. Dus daar hebben we er eentje in moeten laten slapen. Die was zo ziek, zeg maar, dat hij daar was niks meer mee te doen. Mm-hmm. We hebben alles geprobeerd, maar op een gegeven moment zei de dierenarts van ik heb niks meer. Dus we hebben nu nog één kat. Ja. Dat is een minder verhaal, maar je ziet het aankomen en je probeert het uit te stellen en je probeert het toch nog. En op een gegeven moment moet je erbij neerleggen. Waar bent u nu trots op als u nu terugkijkt op de politiek? Misschien ook dingen die zijn minder trots, maar waarvan zegt u van dat hebben we toch goed gedaan met elkaar? Nou, als ik erg trots op ben, dan is het de behandeling van de begroting, de MIPB. Ja. Daar hebben we heel veel voorstellen ingeleverd, ik geloof in totaal 13. Ja. En van die voorstellen zijn er 11 aangenomen. Dus dat is dat is iets om trots op te zijn. Voor een oppositiepartij is dat wel bijzonder. Dat is voor een oppositiepartij bijzonder. Ja. Maar wat ook bijzonder is, en dat wil ik toch even aanstippen, is de samenwerking met de coalitiepartijen. Ja. En mede daardoor is het gelukt om onze voorstellen erdoor te krijgen. Mm-hmm. Dat is ons gegund, laat ik het zo ook maar zeggen. Want met de vorige coalitie was dat minder haalbaar. Nou, rapport Frisse heeft dat aangetoond dat daar een behoorlijke sturing in zat. Ik zou nog wel even op verder. Al is misschien wat u zegt 11 voorstellen aangenomen. Wat zijn een beetje belangrijkste dingen daarin? Wat hielden die voorstellen in? Dus heeft dat de stad gebracht? Nou, wat met name de stad heeft gebracht is dat wij voor elkaar hebben gekregen dat we gaan nadenken over burgerparticipatie en hoe we dat vorm gaan geven in Arnhem. Ja. En daar is een werkgroep voor in het leven geroepen, daar ben ik de voorzitter van. Mm-hmm. En die gaat in samenwerking met partijen buiten het gemeentehuis, maar ook met partijen binnen het gemeentehuis, gaan we proberen vormen te vinden waarin wij de burgers daadwerkelijk gaan betrekken bij voorstellen die voor hun impact hebben. Ja. Laten we daar dan even op doorgaan. Dat is een van de onderwerpen die ik ook had opgeschreven om met u over te spreken. Daarnaast ook, ik heb natuurlijk ook collega's van u gevraagd. U heeft u mogelijk ook gehad van, heeft u nog een vraag voor uw collega fractievoorzitters? Daar kwam ook een vraag uit, onder andere van Koen Verheij van de PVV voor u, die hier ook wel betrekking op heeft. Ook over de burgerparticipatie. En hij vraagt eigenlijk af van, hoe ver moet dat nou eigenlijk doorgevoerd worden? Dus dat haakt hier wel een beetje op in. Hè? Dus hij stelt zelf extreem en zegt van, je kunt het zo ver doorvoeren dat je uiteindelijk de democratie bijna niet meer nodig heeft. Of als iedereen meepraat, dan heb je geen repressieve democratie meer nodig. Hè? Dat zou heel extreem zijn, maar gedachte is natuurlijk wel aardig. Van hoe ver moet dat nou gaan? Heeft u daar een idee bij?
hoe dat ja, zou dat kunnen. Ik heb er natuurlijk wel ideeën over, maar dat zou dan vooruitlopen op wat de werkgroep nog verder moet ontwikkelen. Maar je moet het zien dat je niet één vorm van burgerparticipatie hebt, maar dat je per onderwerp moet kijken van wat hier nu speelt, waar is daar de beste vorm voor. En natuurlijk is het niet zo dat het, de burgers de dienst uit gaan maken, want zij beslissen niet over geld en niet over wat wettelijk kan en dat soort dingen. Dus ja, hoe ver moet burgerparticipatie gaan? Kijk, bepaalde voorstellen hebben impact op de leefomgeving van de burgers. En als jij daar vanuit het stadhuis ideeën over hebt, dan moet je dat toetsen of dat zeg maar haalbaar is en of het voor die mensen zeg maar leefbaar blijft. En daar zou ik dan zeg maar de grens willen trekken van met mensen gewoon in gesprek gaan van we moeten iets hier in deze omgeving. Wat vindt u dat zeg maar, voor u nog leefbaar is? En heeft u nog ideeën over hoe het nog beter kan? En dat kun je dan meenemen. Dat moet je toetsen aan de kaders die zeg maar, de gemeenteraad heeft gesteld of de overheid heeft gesteld. En als dat haalbaar is, financieel dan wel dus wettelijk. Nou, waarom zou ik het niet invoeren? Het is wel een heel moeilijk proces. Hè? De afgelopen jaren ook, dat je wel ziet in heel veel processen dat in ieder geval gepoogd wordt om de burger wel te betrekken. Hè? En ja, je merkt soms ook van hoeveel je dat toch doet. Er zijn altijd wel weer groepjes die dan toch weer iets anders vinden of er net weer tegen zijn. Ja, je kunt onmogelijk iedereen tevreden stellen. Hè? Dat is dus wel een heel lastig proces volgens mij om dat goed vorm te geven. Dat is waar, maar dat is binnen de gemeenteraad natuurlijk ook zo. Je hebt 12 partijen en ze zijn niet allemaal met elkaar eens. Soms wel, maar soms ook weer niet. En dan moet je toch ergens een compromis vinden. En dat is natuurlijk met burgerparticipatie net zo. Wat ik al zei, je kunt niet zeggen van de burger bepaalt en wij voeren uit. Dat is niet mogelijk. Dus je moet goed luisteren naar de ideeën die de burgers daarbij hebben. En misschien zijn ze het wel eens met wat je wil, maar de manier waarop het uitgevoerd wordt, kan dan mogelijk efficiënter, iets meer dat mensen zich prettiger bij voelen. Nou, en als dat haalbaar is, waarom zou je het er niet invoeren? Maar er hoort daar misschien soms ook wel bij om aan bepaalde groepen uit te leggen dat je het toch net anders gaat doen dan dat zij gewild hadden. Ja, ja. Maar dat is mijn ervaring is dat als je met burgers praat en uitlegt waarom iets wat zij graag zou willen niet haalbaar is, dat mensen dat snappen. Ja. Maar mensen snappen niet dat je vanaf een bureau iets bedenkt, zegt tegen hun van kijk eens, dit gaan we zo voor u doen. Dat die mensen allerlei bezwaren hebben of opmerkingen hebben, dat er niets mee gedaan wordt. Dat snappen mensen niet. Maar als je ze gewoon uitlegt van nou, u wil dit, nou om die en die reden kan het niet. A, we hebben het geld niet. B, de wetgeving is anders. Mensen snappen dat wel hoor. Ja, ja. Dus als je het maar uitlegt. Ja, ja. Je moet ze niet als kinderen benaderen, maar gewoon als volwassenen. Die snappen best dat bepaalde dingen niet kunnen. Dat hebben ze in hun eigen privéleven ook. Ja. Dat als de kinderen roepen, wij willen naar Griekenland. Dat vader zegt, ja, maar sorry, maar daar heb ik het geld niet voor. Ja. Moet ik ook even een brugje maken naar afgelopen tijd de bestuurscrisis, waar we eigenlijk nog volop in zitten. U zei net zelf, nou, ik heb op zich prettig samengewerkt eigenlijk met de coalitie in grote lijnen. Ja, als we nu kijken, het is aan elkaar geklapt. Hè? Dat is een feit. En toch ook wel de dingen die onderling genoemd worden, zijn soms best heftig. Een aantal uitspraken. Meneer Koenders, die heeft over van partijen zijn vooral bezig met frustreren van processen. U zelf, toen wij elkaar toen spraken, zei van nou, dit wespennest moet eerst opgelost worden. Zei u toen, er wordt op personen ingehakt, heb ik u horen zeggen. Dat klinkt toch nog niet als een hele prettige sfeer, zeg maar. Mijn eerste vraag is het nog wel leuk? Is het nog wel, gezellig hoeft misschien niet altijd te zijn, maar is het leuk om nog in de Arnhemse politiek te zitten op die manier? Nou, niet altijd. Nee. Ik heb wel bij vergaderingen gezeten, commissievergaderingen, dat ik dacht van, wat doe ik hier? Zo gaan we met elkaar niet om. En dan spreek je mensen op aan en dan beloven ze beterschap en dan de volgende keer gaat het misschien wat beter, want daarna gaat het weer los. Ja. Dus de vraag is, niet alleen aan ons als raad vinden wij het nog leuk, maar ik denk... En wat bedoelt u dan met van, volgende gaat beter, maar daarna gaat het weer los? Wat ziet u dan gebeuren? Nou, dan zie je dus de manier waarop zeg maar, mensen ten opzichte van anderen van het college of collega-raadsleden elkaar aanspreken.
Ja, dat is af en toe respectloos. Respectloos. Mm-hmm. Even wat voorbeelden dan zo? Want nou ja, wij zitten er allebei wel eens bij, maar de kijker niet altijd. Wat gebeurt er dan? Dan wordt men beticht van. Opruiing of van u spreekt de waarheid niet en heeft u het stuk wel gelezen en dat soort dingen. Ja, dat mag je wel. Onprettige sfeer. Ja, en dat wordt dan. Ja. Kijk, en als je dat toch. Je kunt bepaalde dingen best wel met elkaar bespreekbaar maken, maar mm-hmm. op de manier, de toonzetting waar het dan in gebeurt, mm-hmm. dat maakt het dan heel vervelend. Ik heb bijvoorbeeld de bespreking van de jaarrekening. Dat zijn echt drie zittingen geweest. Waar ik op een gegeven moment de derde zitting had van ik zit hier, maar ja, ik kan beter naar huis gaan, want mm-hmm. Ik doe niet meer mee. Bij de eerste ronde kreeg ik 5 minuten voor het sluiten van de vergadering, kreeg ik nog van, heeft u ook nog een vraag? Mm-hmm. En in de tussentijd waren er een paar tegen elkaar aan de bakkeleien. Maar waar ligt dat dan aan? Want dat lijkt mij ook een stukje sturing, zeg maar. Je hebt ook een voorzitter, hè? Burgemeester is dat vaak, of we hebben een vicevoorzitter hè? Uit de oppositie. Ja, maar dat is dan de raadsvergadering. Daar speelt de voorzitter of de vicevoorzitter de rol. Maar de commissievergadering hebben een voorzitter. Hè? Die hebben een voorzitter. Ja. Dat zijn raadsleden die die vergadering voorzitten. Mm-hmm. En de ene is daar wat sterker in dan de andere. Want we hebben natuurlijk geroutineerde raadsleden. Maar we hebben ook nieuwelingen die voorzitter zijn. Mm-hmm. En die hebben moeite om de boel in het gereel te houden. Mm-hmm. En zelfs ervaren voorzitters die proberen de boel in de hand te houden, mm-hmm. lukt het niet om sommige mensen in toom te houden. Ja. Dat zijn ook commissievergaderingen natuurlijk. Dus, nou ja, dat zijn wisselende voorzitters met wat minder ervaring. Maar u gaf aan het begin ook aan van ik wil toch ook nog wel even de rol van de burgemeester die in ieder geval de raadsvergaderingen voorzit bespreken. Hoe ziet u die? Pakt hij zijn rol voldoende om leiding te geven aan de gemeenteraad? Ik vind van niet. Ik vind ook af en toe het een beetje rommelig gaan. Dan moet de griffier de burgemeester weer corrigeren van nee, het is niet zo, het is zo. Dus ik denk van dat kan beter. Maar met name hoe men met elkaar omgaat. Mm-hmm. Hij doet een goede poging. Hij zegt aan het begin van de vergadering, we gaan vanavond zo met elkaar in gesprek. Mm-hmm. Met respect en via de voorzitter en noem maar op. En vervolgens gaat de vergadering aan de gang. En bij de eerste de beste overtreding van die regels grijpt hij nog in. Mm-hmm. En als die persoon dan eerst beter toont en vervolgens daarna gewoon weer doorgaat, dan laat hij het dus weer lopen. Ja. En dan denk ik van burgemeester, hak er nou eens in. Ja. Zeg nou eens van het is genoeg geweest. Mm-hmm. En dan zegt hij van, ik heb Tom gevraagd. Ja, maar ik Koes zegt dan van, ja, maar ik vind dat we nu verder gaan met de ander. Ja, maar ik heb toch. En dan aarzelt hij weer en zegt, oké, dan geef ik u toch weer de ruimte. Mm-hmm. En dan denk ik van, nee, leid nou eens gewoon van, je hebt regels afgesproken. Ja. Hanteer die dan ook. Ja. En geef iedereen de kans om zijn zegje te doen. Ja. En nu wordt dat door een aantal dominante mensen, pakken de ruimte die ze krijgen. Je mag het ze eigenlijk wel aanwrijven. Want ook zij moeten gewoon de regels die we afspreken met elkaar gewoon moeten zich aan houden. Mm-hmm. En dat de burgemeester dat af en toe laat gaan, en ook commissievoorzitters, geef je niet het recht om dan maar los te gaan. Om die ruimte te nemen en over de regels heen te gaan, voor uw gevoel. Oké. Okay. Misschien toch ook even kijken. Kijk, een jaar geleden spraken we, ook met u, maar ook met anderen in dit programma, uitgebreid over rapport Frisse. Ja. Wat inmiddels zo'n 1,5 jaar geleden uitkwam. Ten tijde van de oude coalitie nog, waar veel over de bestuurscultuur gesproken werd. Het valt me op dat toch nog steeds heel actueel is. Ook als je de gespreksverslagen leest die de fractievoorzitters allemaal met de informateurs gehad hebben, dan is ook het onderwerp wat jullie allemaal naar voren brengen, allemaal rapport Frisse nog. Hè? Dat blijkt toch nog steeds wel heel actueel te zijn. Ja. Ik heb het programma vorig jaar ook nog heel even teruggekregen, waar wij toen samen ook over spraken. Ik zei van, D66 en SP wilden het rapport niet omarmen, was erg moeizaam. In de huidige gemeenteraad is oud gedrag, dat was een jaar geleden. In het rapport staat over intimidatie en schofferend overkomen van bepaalde personen.
Zie je personen in de arena springen, interrumperen zonder toestemming, niet naar de voorzitter luisteren. Dat zijn allemaal dingen die we een jaar geleden benoemden. Ja, die ik net weer benoemd heb. Ja, dat wou ik zeggen. Nu zijn we een jaar verder. Wat is er nou eigenlijk verbeterd? Dat één persoon die daar heel prominent in genoemd werd, niet meer in de gemeenteraad zit. Ja, dat zei precies een jaar geleden ook al. Ja. Ja. U had het over Martijn Leijsink, inderdaad. Ja, ja. Die is er dus niet meer. Dat is het enige verschil. Met opzicht van een jaar geleden in de zomer, want dat was vorige zomer dus ook al zo. Ja. Zijn er dan stappen gemaakt? Nee. In feite niet. Nee. We doen allerlei pogingen. De personen zeg maar, die je net genoemd hebt van de SP en D66... Ja, dat zijn nog steeds de personen die nog steeds dat gedrag vertonen. Mm-hmm. Wat toen in het rapport heel prominent naar boven kwam. Ja. Alleen is de persoon van D66 nu een iets andere. Ik moet zeggen dat, we hebben het over Sabine Anderweg, mm-hmm. Wat minder intimiderend is dan Martijn Leijsink toentertijd. Mm-hmm. Maar het heeft ons wel verbaasd dat zij zeg maar als partij heel erg een oppositiegedrag mm-hmm. vertoonden mm-hmm. Ten opzichte van eigenlijk de coalitie waarin zij partij zijn. En het gedrag, wat je een aantal dingen die je noemde, hè, interruperen zonder toestemming, mm-hmm. De microfoon grijpen van voorzitter, dat is nog steeds zo. Dat gedrag is niet veranderd. Ja. Dat is een persoonlijk iets, een eigenschap mm-hmm. van iemand die dat als middel gebruikt. Zolang er toestaan wordt ingezet. Ja. Ook uit die gespreksverslagen, dan heeft u ook over een, of voor mij was dit mevrouw Manders die dit zei, maar over een strijdcultuur, hè, waardoor deelname aan de coalitie ook niet altijd aangenaam lijkt. Mm-hmm. Dat ziet u zo? Nou ja, je had het straks over van is het nog wel gezellig of in ieder geval is het nog wel leuk om zeg maar daarin deel te nemen. Nou, dus die vraag stellen wij ons ook. Mm-hmm. Stel nou dat je dat lijmen niet lukt en dat je dus naar een nieuwe coalitie moet. Mm-hmm. Wil je daar dan in deelnemen? Ja, bestuurlijk gezien moeten we verder. Ja. En als dat met ons moet, dan lopen wij daar niet voor weg. Mm-hmm. Maar de vraag is, vinden wij dat nog wel leuk? Ja. Want dan krijg je zeg maar een partij die nu in de coalitie zit en toch een beetje oppositie is. Mm-hmm. Die is dan volledig oppositie. Mm-hmm. Plus de SP die al oppositie is. En dan word je ook zeg maar de conflict. Ja. Ja. Dus als die cultuur niet verandert, dan moet je je afvragen, wil je wel de kop van Jut gaan spelen? Er zijn twee dingen waar ik even op in wil, maar allereerst inderdaad de mogelijkheid van zou u deel willen nemen. Als ik een beetje op luister en ook dingen lees, heb ik wel het gevoel dat Arnhem Centraal door veel partijen toch wel serieus genomen wordt als mogelijke coalitiepartner. Heeft u dat gevoel ook op dit moment? Nou ja, kijk, als je logischerwijs kijkt naar als je naar een meerderheid wil met een coalitie die dus niet meer samen met de D66 is, mm-hmm. Want VVD, GroenLinks en Partij van de Arbeid, die willen wel samenwerken. Mm-hmm. Nou, dan hebben ze, kijken ze naar de eerstvolgende grote partij na D66, mm-hmm. dat is de SP. Die is net iets groter dan wij, wel 3 zetels. Mm-hmm. Maar ja, die komt niet in beeld, want dat willen die 3 partijen absoluut niet. Worden veel partijen inderdaad niet als serieus kandidaat op dit moment gezien? Nee. Dus dan kom je als volgende met 3 zetels, komt mm-hmm. Arnhem Centraal in beeld. Mm-hmm. Die voor heel veel partijen, acceptabel is, omdat wij niet helemaal links staan, wij staan niet helemaal rechts. Gaan we mee met voorstellen van links, de andere van rechts, als we het zomaar even moeten doen. Ook constructief, en die relatie blijkt heel belangrijk. Hè? Dus volgens mij heeft u met iedereen, kunnen jullie redelijk door een deur. En er zijn niet zoveel partijen die er echt iets op tegen hebben als u erbij komt, denk ik. Nee, sterker nog, volgens mij kan ik met iedereen door 1 deur. Ja. Niet tegelijk, want dat lukt niet, maar ik kan in principe, ik bedoel dan even als Arnhem Centraal, mm-hmm. wij kunnen in principe met iedereen door 1 deur. We hebben verder met niemand iets waardoor het onmogelijk zou zijn. Nee. Wij zijn inderdaad niet alleen maar negatief. Mm-hmm. Wij zijn kritisch, maar we zijn mm-hmm. ook altijd meedenkend en positief ingesteld. Ja. Wij willen voor de stad iets goeds doen. Mm-hmm. Nou, dat spreekt een hele hoop partijen aan. Die willen mm-hmm. graag met zo'n partij in zee gaan. Mm-hmm. Dus wij snappen dat wij de eerstvolgende zijn. Mensen graag met u. En u bent bereid te praten, volgens mij, toch? Kijk,
Er zijn een aantal opties. Hè. Je kunt ook een andere samenstelling kiezen om aan de meerderheid te komen. Ja. Maar als de enige mogelijkheid is dat het met Arnhem Centraal is, nou, dan gaan we er serieus over nadenken. Ja. Dan, we zeggen niet nu van, jongens, je hoeft niet bij ons te komen, we gaan niet meedoen. Nee, nee precies. We zijn, helder. Zoals we met andere dingen ook zijn, we zijn altijd bereid om te luisteren en... nou ja, te kijken van hoe kunnen we dit oplossen. Er kwamen in die gesprekken ook een aantal punten dan naar voren die u dan wel belangrijk zou vinden. Nou, burgerparticipatie hebben we het over gehad. Ja. Meer culturele basisvoorzieningen in wijken werd daarin ook benoemd. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, nu is alles in het centrum georganiseerd. En je weet, wij komen voort uit Zuid-Centraal. We hebben altijd gevochten voor een cultureel punt in Zuid. Dat is er nog steeds niet. We hebben dat via moties wel voor elkaar gekregen dat er onderzoek naar gedaan wordt. Maar het sleept me aan. En er is, kijk maar even in Zuid. Als je iets ergens gezellig op het terrasje wil zitten of zo, dat is er gewoon niet. Mm-hmm. Dus, en is er iets cultureels? Nee. Er was toen sprake van een nieuw, een nieuwe bioscoop. Daar zou ook van allerlei culturele dingen mogelijk worden. Nou, wij zaten niet te wachten op die bioscoop, maar wel op wat er allemaal nog bij zou komen. Ja. Dus men snapte ons toen niet van, zijn jullie voor een bioscoop? Nee. Wij accepteren die bioscoop erbij, omdat er nog veel meer bij komt. Wij willen gewoon dat er ook in Zuid voor mensen gelegenheid komt om cultuur te volgen. Ja. En dan niet cultuur met een grote C of kunst met een grote K, maar ook met name de kleinere dingen. Gewoon voor mensen die laagdrempelig, kleinschalig. Nou precies, net even link ik ook maar los ook van Zuid. Zet u ook vaak in op van dat, die laagdrempelige evenementen. Hè? En u vindt volgens mij ook dat die te veel aan het verdwijnen zijn in Arnhem. Ja, kijk, we zijn Living Statues zijn we kwijt. Omdat dat zonder goede bijdrage van de gemeente dat niet meer te draaien is. Nou, er zijn andere steden die staan met open armen Living Statues op te wachten. Die bieden mogelijkheden zat en wij zijn het dus kwijt. We hebben verschillende jaren voorstellen ingediend om dat toch maar te behouden. Nou, dus maar wat zou moeten gebeuren? Iets meer subsidie gewoon? Of moet de regelgeving makkelijker? Of wat, Nou ja, het begint natuurlijk met geld. Want het kost gewoon geld. En als je, vroeger hadden we het één keer in het jaar, het is later één keer per twee jaar geweest. Dat geeft organisatorisch problemen, heb ik van de organisator gehoord. Want die mensen die komen, die relaties moet je in stand houden. En dat wordt steeds moeilijker naarmate je minder ziet. En op een gegeven moment kiezen de mensen ervoor van het is leuk twee keer onder twee jaar in Arnhem, maar dat is voor mij niet voldoende. Ik wil vaker. Nou, en dan raken die connecties kwijt en vervolgens hol je dat programma dus uit. Ja. En als je dus voldoende geld hebt, dan kun je het gewoon weer elk jaar organiseren en dan kun je weer een spektakel doen. Maar er komt gewoon heel veel publiek op af en het publiek blijft in de stad hangen. Die blijven op de terrasjes hangen. De winkeliers zorgen dat de winkels open zijn. Dat mensen daarna of in de aanloop naartoe overal terecht kunnen. En dat was gewoon een succes. Dus daarvoor zegt hij, daar mag wel iets meer geld in. Ja. Zijn er ook dingen dat je zegt van, daar zou ik dan weggaan? Want natuurlijk altijd, extra geld is ook altijd makkelijk, maar er zijn misschien ook dan dingen waar je zegt van, dat zal er wel niet minder moeten, want we kunnen niet alleen maar meer geld uitgeven natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk zo. Hè. Dus je zult op enig moment na moeten denken over van waar gaan we dat vandaan halen. Maar om dat nu aan te geven van waar moet dat vandaan, dat is een gezamenlijkheid van allerlei. Maar misschien kan het in het algemeen dat zijn dat je zegt van, ik zie wel wat dingen binnen de gemeente waar we voor mijn gevoel onnodig geld aan uitgeven? Nou, wat ons heel erg aanstaat is, of eigenlijk niet aanstaat, is dat er heel veel geld in stenen wordt gestoken. En er komen hele dure gebouwen. Het voorbeeld is het Museum Arnhem. Daarvan was in eerste instantie sprake van 15 miljoen. Ja. Nou, dat gaat een... 22,5 waarschijnlijk. Dat is nu opgehoogd naar 22,5. Dus daar waren wij absoluut op tegen. Want dat betekent een enorme kapitaallast extra. Nou, dat geld van die kapitaallasten, 7,5 miljoen. En dan kapitaallasten ervan. Daar had je Living Statues twee keer per jaar voor kunnen organiseren. Ja, precies. Ja. Dus als je vraagt... Minder gebouwen, meer evenementen. Ja, het geld, en dat hebben we in onze campagnetijd ook zo gemeld. Het geld moet in stenen, maar geld moet in de evenementen. Helder. En in cultuur en dus in de inhoud. En in het museum, in het Museum Sacrum, niet in die stenen. Waarom moet het nou allemaal zo... Ja. We zijn geen New York, we zijn Arnhem. Ja, helder. Bestrijding van eenzaamheid wordt ook genoemd door uw collega mevrouw Manders. Dat
is een mooi thema natuurlijk. Zal ook niemand tegen zijn volgens mij. En de vraag is, hoe ga je het doen? Ja. Nou, je ziet al een beetje de trend dat men in Nederland inziet dat eenzaamheid een probleem begint te worden. Mm-hmm. En dat heeft te maken met het feit dat we door bezuinigingen de ontmoetingsplekken voor deze mensen. En het zijn niet alleen ouderen, het zijn ook gewoon alleenstaanden. Mm-hmm. En ook jongeren. Dat de ontmoetingsplekken gewoon weg zijn. Mensen lopen werken met hun ziel onder hun arm rond. Zo van, ik wil wel contact, maar ik weet niet waar ik het moet vinden. Mm-hmm. En dus zijn wij ervoor om weer ontmoetingsplekken te creëren. Oké, en hoe ziet u dat voor u? Nou, dat kunnen buurthuizen zijn, maar dat kunnen ook gewoon bingo's zijn, om maar zo te noemen. Ja. Dus dat kan van alles zijn. Maar in ieder geval moeten mensen een plek hebben. En een buurthuis is altijd wel een plek waar mensen naartoe kunnen. Ja. Want als er niets georganiseerd wordt, kun je er altijd naartoe om even een bak koffie te drinken. Mm-hmm. En dan kom je mensen tegen. Hey, wat leuk, ben je er ook? Ja. Ontstaan kaartgroepjes, noem maar op. En dat hebben te weinig. En dat hebben we gewoon veel te weinig. Ja. Het is allemaal wegbezuinigd. Buurthuizen zijn bijna allemaal weg. Ja. En dat moet gewoon weer terugkomen. Maar hoe zou dat kunnen? Want voor mij is dat bijvoorbeeld iets waar de wijkteams eigenlijk over zouden kunnen gaan, toch? Als ze zeggen van, ik wil graag een buurthuis of is die behoefte er? Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook vanuit het centraal, zeg maar, de wijkteams iets meegeven van, ga dit nou eens uitwerken. Mm-hmm. Want nu is het misschien zo dat inwoners van een bepaalde wijk best dat met het wijkteam willen bespreken. Maar ja, er zijn niet overal meer wijkplatforms en of wijkorganisaties. Ja, en dan praat je met een paar mensen, ja, en die denken misschien aan andere dingen. Of de wijkteams zeggen, ja, sorry, maar dat is leuk dat u een wijkgebouw wil. Mm-hmm. Maar dan, als dat uit ons budget moet, dan moet iets anders. Niet meer. Yeah. Wat moet dat dan worden? Yeah. Dus dan kun je ook teruggaan naar de raad en zeggen van, raad, dat is leuk dat jullie wijkteams opdracht geven om wijkgebouwen weer op poten te zetten. Maar kom maar met extra geld bij. Ja. Dat iets meer te sturen dan toch? Helder. Er wordt over gesproken met dat u mee zou gaan doen in de coalitie. Dat er een beetje een dingetje is met de nummer 4 van uw kandidatenlijst. Ja, dan zou er iets zijn. Hè? Stel dat een van jullie drieën wethouder wordt. En die nummer 4, dat is een beetje een onzekere factor. En zou die zich dan nog wel bij aan het centraal aansluiten? Hè? Dat zou een risico kunnen vormen voor de coalitie. Is dat iets om rekening mee te houden? Ja, dat is iets om zeker rekening mee te houden. Kijk, bij de vorige vorming van deze coalitie is dat als risico gemeld door Tom van der Lee, de informateur. Die onzekerheid. Nou, die speelt nog steeds, maar die speelt alleen maar, in het geval wij dus inderdaad toetreden tot het college en dat een van ons drieën zeg maar wethouder zou worden. Ja. Nou, daar kun je twee dingen over zeggen. Want je kunt zeggen van, nou, dan leveren we geen wethouder. Mm-hmm. Of we leveren een wethouder van buiten Arnhem Centraal. Mm-hmm. Dan is dat probleem getackled. Mm-hmm. Want ja, die onzekerheid blijft. Want wij weten niet van de nummer 4 op die lijst. Heeft wel gezegd van ik zal die zetel niet aanvaarden. Maar we zijn het nog aan verder. Het moet aangeboden worden. En het kan best zijn dat hij nu denkt van ik doe het wel. Ja. En dan weten wij, hij is geen lid meer van Arnhem Centraal. Nee, precies. Ja. Wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan toch met ons mee en zal hij meestemmen? Of gaat hij gaat hij als lijst verder? Dus dat is het risico. En daar denken wij over na op het moment dat het gaat spelen dat wij in de coalitie. Maar een veilige optie zou inderdaad zijn van of geen wethouder of wethouder van buiten. Is dat, is dat ook waar u voor opteert in eerste instantie? Dan? Nou, weet je, dat is ook wat ik tegen de Gelderlander heb gezegd. Dat is allemaal prematuur. Dat is, we weten nog niet eens of de lijnpoging niet geslaagd is. Ja. We kunnen nu van alles veronderstellen. Van, als dit, als dat. Mm-hmm. Maar laten we eerst zeg maar de vakantie van de verkenners maar even afwachten. Ja. Die komen wel weer met een gesprek. Die komen met een emmertje bisonkit. En dan zien we wel of dat lukt. Ja, precies. Komt de andere optie, dan gaan we daarover nadenken. Dan gaan we, Nog even terugpakken naar het gesprek dat wij vorig jaar hadden. Want daarin heb ik ook vraag gesteld van, goh, wat willen we dit jaar allemaal gaan doen? Een van de dingen zei van, nou, wij gaan vechten voor de aantrekkelijkheid van het Rijnalgebied. Want daar strijden we al jaren voor eigenlijk.
Hoe is dat gelukt afgelopen jaar? Nou ja, het enige wat gelukt is dat er onderzoek is gedaan naar het gebied. Wat er ook gebeurt is dat er een bepaald stuk van het gebied verkocht is. Dus mm-hmm. het gebied zelf wordt kleiner. Mm-hmm. Het ligt wel erg stil nu. Mm-hmm. We hebben van de wethouder gehoord dat na de zomer er een rapportage gaat komen. En mochten wij coalitiepartner worden, dan wordt dit toch wel een speerpunt. Wordt wel een speerpunt. Dus nog te weinig naar uw zin wat daar op dit moment gebeurt. Ik heb het net ook al gezegd. Ja. Als je op een terrasje wil zitten of je wilt iets cultureels gaan zoeken in Zuid, dan is het. Dit gebied kan daar aan bijdragen. Dus een jaar geleden is daar al over gesproken. We zijn al jaren bezig. Ja. Het komt maar niet van de grond. We hebben toen ook over gesproken over afval. Dat is ook nog wel actueel op dit moment. Ja. We zeiden toen van omgekeerd inzamelen hebben. We willen DIFTAR. We als gemeenteraad bedoelde u dan op dat moment. Ik ben benieuwd, hoe zat u er eigenlijk als partij in op dit moment? Bent u nog voorstander van dat doorvoeren van DIFTAR? Of? Nou ja, we hebben er natuurlijk in april al over gestemd. We hebben toen ingestemd met de doorvoering dat gespreid. In ieder geval DIFTAR toe te passen. Dus betalen per afvalzak. Betalen per afvalzak. Ja, ja. En wij hebben natuurlijk ook wel bedenkingen bij de uitvoering ervan. Mm-hmm. Maar we willen het wel een kans geven. Mm-hmm. En wat wij tijdens die bespreking van het voorstel hebben afgedwongen, is dat er in ieder geval een evaluatie gaat komen. Mm-hmm. En dat je dus eerst gaat proberen het volgens planning in te voeren. Mm-hmm. En vervolgens daarna gaat kijken, en wat heeft het nu opgeleverd? Mm-hmm. Hoe werkt het? Mm-hmm. En als je dan ziet dat het niet oplevert van wat de veronderstellingen waren, dan moet je bijstellen. En oplevert in welke zin? Bleef je dan financieel of qua scheiding? Of, alles. Zwerfvuil? Want met name, dat heb je gezien toen de ondergrondse containers open stonden. Mm-hmm. Toen was er bijna geen zwerfvuil meer. Nu zijn ze weer dicht. Nu stijgt mm-hmm. het zwerfafval ook weer. Mm-hmm. En dat is een hele grote zorg. Ja. Precies dat heeft u een jaar geleden ook inderdaad aangekaart. En u zegt nu zelf, het stijgt nu alweer. Dat zal misschien nog wel meer worden, kan me voorstellen, op het moment dat je er ook nog van moet betalen om die klep open te doen. Ja, dat risico is aanwezig. En daarom hebben we gezegd van, je kunt nu zeggen van, wij voorzien dat risico, dus laten we het maar niet doen. Mm-hmm. Maar misschien valt het alles bij elkaar wel mee en dan hebben we die kans gemist. Ja. Dus we hebben wel zoiets gezegd van, we weten dat er andere methodes zijn om te doen. Achteraf scheiden is een methode om dat te doen. Hè? Ja, dus je zegt die kans gemist, maar er zijn dat ook stemmen die zeggen van, dat nascheiden waar u het dan over heeft, dat is eigenlijk goedkoper en efficiënter. In ieder geval, er zijn onderzoeken die dat beweren. Dus is het wel zo'n kans, DIFTAR? Maar dat zijn onderzoeken bij andere gemeentes. Ja, klopt. Daarom zeggen wij van, laten we het nou een kans geven. Mm-hmm. Laten we dan in de tussentijd onderzoeken wat eventueel achteraf scheiden, wat dat kost en dat soort dingen. En dan kunnen we dat in de evaluatie kunnen we dat meenemen. Mm-hmm. Dan weten we de daadwerkelijke kosten en de opbrengsten van DIFTAR. Mm-hmm. En we weten wat het kost om DIFTAR achteraf toe te passen. En dan kunnen we alsnog weer opnieuw een besluit nemen. Of we gaan door, of we zeggen van, die andere methode is beter. Het levert minder zwerfafval op en het is efficiënter, noem maar op. Maar dat weten we nu helemaal niet. Maar die investering wilt u wel doen, want nu worden bijvoorbeeld alle containers worden kleiner gemaakt. Er moet geïnvesteerd worden in een nieuw systeem met de pasjes en dergelijke. Dat kost natuurlijk allemaal wel wat om dat nu in te voeren. We kunnen het evalueren. Dat is natuurlijk altijd, je moet iets testen en daarna weet je wat het oplevert. Maar het risico is natuurlijk dat investering is die zich misschien wel niet terugbetaalt. Ja, maar als je nu niet zou starten, dan heb je een investering gedaan die helemaal nooit wat oplevert. Ja. En we weten niet wat het gaat opleveren. Mm-hmm. En dat is voor ons van belang om te zeggen van, laten we maar gewoon starten. Mm-hmm. En dan gaan we na één jaar of na twee jaar gaan we eens kijken, en heeft het nu opgeleverd wat wij verwacht hebben? Mm-hmm. En als we nu zouden zeggen van, we kappen ermee, dan gooien we al die investeringen gewoon weg. Mm-hmm. En dan moet je iets anders gaan doen en dan moet je daar opnieuw in gaan investeren, terwijl je niet weet wat het had op kunnen leveren. Ja. Dus laten we dat nou even gewoon doen. Mm-hmm. Dan kunnen we zien van, was het een goed besluit? Mm-hmm. En als het geen goed besluit is, dan moeten we een ander besluit gaan nemen. Mm-hmm. Maar niet bij voorbaat zeggen van, dit wordt helemaal niks, terwijl je het niet uitgeprobeerd hebt. Ja. En dat is waarom wij zeggen van, ga het maar proberen en we gaan wel evalueren en goed kijken van, is het wat wij hadden gedacht?
Wat levert het andere op? Mm-hmm. En wat is nu handig om te doen? Ja. Moeten we het besluit herzien? Nou, dan doen we dat. Ja. Ander punt, de agenda van Arnhems Gemeenteraad. Ja. Ik denk, voor insiders wel gezien hebben de afgelopen jaar dat die geregeld uit de hand liep. Dat de agenda zelden gehaald werd. Dat voorstellen soms maanden op de plank lagen voor ze ooit een keer aan besluitvorming toekwamen. Waardoor de besluitvorming in sommige gevallen eigenlijk niet meer te zaken doende was. Omdat het issue eigenlijk al niet meer speelde of in ieder geval op dat moment niet meer relevant was. U gaf zelf al aan van, ik zie daar wel iets in de informatiestrekking van het college. Maar wat is volgens u, laten we vaststellen dat we het gezamenlijk als probleem zien. Maar wat is de oorzaak en wat zouden we daaraan moeten doen? Er zijn een paar oorzaken die er aan de grondslag liggen. Mm-hmm. Eén is de informatieverstrekking, die gebrekkig is, dan wel te laat, dan wel niet. Informatieverstrekking van het college uit. Informeert de raad te weinig of te laat? Om maar even wat te noemen. Er was een voorstel vanuit de gemeentes in samenwerking met andere gemeentes. Mm-hmm. Die andere gemeentes, die raad, waren allemaal geïnformeerd, mm-hmm. Arnhem nog niet. Mm-hmm. Dus wij hoorden via dat er iets op komst was. Mm-hmm. Of in de Gelderlanden stond een onderwerp en de gemeenteraad wist van niks. Mm-hmm. Dus wat gebeurt er dan? Dan ga je vragen stellen. Mm-hmm. Dus dan ontstaan er rondvragen, er ontstaan artikel 44 vragen, rechtstreeks vragen aan het college. Er worden moties vreemd aan de agenda ingediend. Dus het voorstel heeft nog niet op de agenda staan, dus dan moet die vreemd, zoals wij dat dan noemen. Ja. Nou, dan zie je dus dat er een enorme stuwmeer ontstaat van rondvragen, artikel 44 vragen en moties. Omdat de raad informatie wil en die komt niet vanzelf. Omdat er dus niet geïnformeerd wordt, te laat geïnformeerd wordt of gebrekkig geïnformeerd wordt. Dus de raad die wil weten wat speelt er en die gebruikt die middelen. Met als gevolg dat de agenda zo overloopt met dit soort zaken. Die is niet meer in één avond af te werken. En wat je zag gebeuren is dat rondvragen die op dat moment met indienen actueel waren, in 3 maanden later eindelijk aan de beurt waren. Ja. En je eigenlijk kon zeggen... Niemand weet meer bijna waar het over ging. Dat is één. Maar ook dat het niet meer actueel was. Ja, dat er alweer dingen veranderd waren. En gaan ze maar door. Een voorbeeld. Maar uiteindelijk wel een groot probleem. In de zin van, als dingen vanzelf opgelost zijn, is het misschien niet zo'n probleem. Alleen ik kan me voorstellen dat je dient niet voor niks een voorstel in. Dat is omdat je dat belangrijk vindt voor de stad. En dan is dat nu belangrijk en niet over 4 maanden. Maar dat iets niet ter besluitvorming komt, dan wordt het ook geen nieuw beleid. Hè? Dat lijkt me heel frustrerend als politicus ook, als je wilt dat je dingen verandert in je stad. Ja, precies. En het vervelende is natuurlijk dat, omdat je dingen bij elkaar wil brengen, je informatie nodig hebt. Ja. En als je dan informatie gaat zoeken, dan kom je op plekken terecht waar je eigenlijk niet moet zijn. Mm. Eigenlijk moet het gewoon vanuit het college komen. Ja. Dus wat doe je dan? Dan ga je dus vragen stellen en ga je informatie zeggen. En de ambtenaren die klagen nu steen en been. Die zeggen van, en de wethouders ook. Maar er moet nu zoveel capaciteit van die ambtenaren ingezet worden om alle vragen te kunnen beantwoorden. Mm. Ja. Ik heb in mijn betoog over de jaarrekening al gezegd van als jullie nou zorgen dat die informatie beter komt, dan hebben we daar al een besparing. Kunnen we daar die ambtenaren... Een beetje een negatieve cirkel, want die ambtenaren moeten ook weer van informatie voorzien. Ze zijn bezig met de vraag omdat informatie er niet is. Ja. Kunnen volgens de nieuwe informatie weer niet geven, toch? Dat lijkt een beetje je eigen staart bijten. Nou ja, het is een vicieuze cirkel. Inderdaad, ze moeten die vraag beantwoorden omdat de informatie er niet was. Ja. En vervolgens ontstaat er ergens anders ook weer iets waar ze niet aan toe komen als ze met al die vragen bezig zijn. Ja. Dus een enorm capaciteitsprobleem. Maar de oplossing? Want ik hoor dat de oplossing is dat, en ik probeer dat nu in gesprekken met de wethouders toch wel steeds, en hier doe ik het nu ook weer, steeds weer, jongens, zorg er nou voor dat wij die informatie dat het transparant is, dat het op tijd is, want dat voorkomt dat wij andere middelen moeten aangrijpen om aan die informatie te komen. Helder. Nou, daarnaast is er, en dat is het tweede onderwerp van die agenda, is de rol van de burgemeester komt weer om de hoek kijken, dat er toegestaan wordt dat heel veel vragen tijdens commissievergaderingen gesteld mogen worden. Eindeloos veel en dan niet ingegrepen wordt in de orde. Om een voorbeeld te noemen, er was een kadernota veiligheid 2018-2022. Ik heb een voorstel gedaan
in 2019 moeten we de titel van dit stuk niet veranderen. Mm-hmm. Want er waren zoveel bijeenkomsten geweest mm-hmm. dat wij inmiddels in 2019 zijn. Ja, dus ja. ik zei, wij kunnen nu niet meer besluiten over een kadernota 2018, ja. want die is al afgesloten. Vergaderd ja. simpelweg te lang. Ja. Dan denk ik van, ja. nou dat is wel een voorbeeld van hoe slecht het in de hand is gehouden. Ja. En bureaucratisch, ook in de ogen van burgers kan ik me voorstellen. Van als je zo lang nodig hebt dat je bijna al over het jaar heen bent waar je over moet besluiten voor je er een keer uit bent met elkaar. Hè? Dus, ja. ja, en wat je ziet is dat zeg maar in verschillende sessies continu dezelfde vragen gesteld gaan worden, maar met een net iets andere lading. En de vraag is van die persoon die vraag stelt, wat is eigenlijk zijn doel? Wat wil die nou? Wil die alleen maar laten zien van kijk eens hoeveel vragen ik op hetzelfde onderwerp met een andere invulling op je af kan sturen en continu op hetzelfde te sturen? Ja. Of wil je nou daadwerkelijk zeg maar informatie hebben waar je iets mee kunt? Mm. Want heel veel van deze vergaderingen leiden nergens toe. Nee. Nee. En dan denk ik van, zonde van de tijd. Ja. 3 vergaderingen gehad, en wat heeft het opgeleverd? Ergernis. Mm. En ligt dat aan de vraagsteller of krijgen ze ook te weinig antwoorden? Nou ja, er worden ontwijkende antwoorden gegeven, ja. De orde wordt niet gehandhaafd en er zit nog ook wel een beetje een cultuur in van op de persoon, zeg maar. Ja. Nou ja, net zoveel vragen stellen totdat die persoon eindelijk eens een keer denkt, nou zal ik dan maar dit zeggen, dan misschien is dat voldoende. Vorig jaar stel ik ook de vraag van, nou wat voor cijfer krijgt uw partij en ook u zelf? Weet u nog wat u zei? Volgens mij een 7. Toen was het een 7, hè? Ja. Ja, maar u streefde er naar hoger dit jaar. Ja. Is dat gelukt? Ja, dus in mijn ogen is dat gelukt. Ja. Ik denk een 8-minnetje. 8-min? Ja. De partij of allebei? Nee, uzelf nee, ook? Nee, ik zet mezelf niet boven de partij. Kijk, allebei een 8-min. Ja, ja, als je ziet wat wij voor elkaar krijgen, en dat doen we met z'n allen. Mm-hmm. Ik ben soms de woordvoerder, soms is iemand anders de woordvoerder. Mm-hmm. En ik vind mezelf niet boven de partij staan. Ik vind dat wij als fractie gewoon goed functioneren. Mm-hmm. Wij worden voor vol aangezien. Nou, dat hebben we in dit gesprek al een aantal keren geconstateerd. Ja. We worden als een prettige partij gezien. En natuurlijk niet de partij, maar gewoon als een prettige gesprekspartner. Mm-hmm. Waar goed mee te onderhandelen is. Ja. Nou, ik denk dat we dat zeg maar in de afgelopen jaar hebben bereikt. Mm-hmm. Dat wij voor vol worden aangezien, vaak worden benaderd van wat vinden jullie, hoe sta jij daarin? En ik denk, nou, wij hebben onze plaats verworven. Ja. En nou, mooi. Er zitten natuurlijk nog wel wat dingetjes die je misschien nog beter kan. Ik kan ze niet 1-2 noemen, maar we gaan er ongetwijfeld na de zomer weer aan werken. Ja. Wat willen we nog? Ja. Misschien komt de coalitie eraan en dan kunnen we nog dingen bereiken. Nou, dat heeft u doelstelling nog voor aankomend jaar weer? En wat bedoel je dan, doelstellingen als fractie? Nou ja, het kan van alles zijn. Een doelstelling kan dat zijn, zeg van ik wil mederegeren, maar het kan ook hele specifieke dingen in de stad zijn. Zeg van, dat, nou ja, kijk, dat de dingen bereiken. Die wij in het, zeg maar, in het gesprek met de verkenners hebben aangestipt, dat zijn nog punten uit ons programma die nog niet gehaald zijn. Die willen we gewoon voor de komende periode weer op de agenda zien te krijgen. Heel veel van onze punten zijn inmiddels al gerealiseerd. Dat realiseren wij ons ook. Nou, een aantal dingen nog niet. En we moeten maar eens nadenken over van, oké, als we die ook gaan bereiken, wat is er dan nog wat wij nog extra kunnen? Ja. Want het gaat allemaal wat vlotter dan precies. Maar nog afsluiten met één vraag van collega's, want daar hadden we natuurlijk ook nog een paar van. Mevrouw Papen, raadslid van de VVD, die wilde aan u en ook andere collega's vragen van, wat gaat uw fractie eraan doen om van de politiek de komende 3 jaar een positief beeld neer te zetten? Nou ja, dat is de afgelopen tijd, los van, we gaan niet wijzen, maar niet dat, maar, nou ja, misschien zo nu en dan, niet altijd positief in het nieuws in ieder geval, de Arnhemse politiek, maar wat gaat uw bijdrage daarin zijn? Nou, onze eigen bijdrage is in ieder geval dat wij ons niet gaan verlagen tot de cultuur die in het rapport zo slecht was. Mm-hmm. Wij gaan dus niet die cultuur omarmen, maar wij gaan verder met de positieve insteek die we nu hebben. Mm-hmm. Wat ik me ook voorgenomen heb is om nog vaker anderen die die cultuur nog steeds hanteren aan te spreken op hun gedrag. En nou, hopelijk gaat dat met positief uitwerken. Dus ja,
positiever dan positief. Positief zijn. Ja, wij zitten er al in zo van, nou, we moeten niet willen vechten, maar we moeten gewoon met z'n allen door samen te werken gewoon tot goede voorstellen en besluiten komen. U zei zelf al van die cultuur in het rapport Frisse, als verkeerd ervaren wordt. Er staan ook duidelijke adviezen wel in dat rapport. Hè? Heeft u nou het gevoel de afgelopen jaar dat de Arnhemse politiek dat ook echt serieus genomen heeft? Laat ik zo zeggen, hoe vaak bent u als fractievoorzitters bij elkaar geweest en zeggen van nou, die adviezen die daar zo in staan, dat is nog eens terugbladeren. Doen we dat nou wel goed? Dat is waar. We zijn natuurlijk veel met de waan van de dag bezig. Mm-hmm. Misschien moeten we daar inderdaad maar eens wat centraler mee omgaan. Mm-hmm. Iedereen die heeft toen gezegd heeft van nou, dit moet niet zo doorgaan, mm-hmm. die probeert op zijn manier nu daar invulling aan te geven. Mm-hmm. Een aantal doet dat niet, volhard in mm-hmm. dat gedrag. En, mm-hmm. Maar als we even evalueren, even boven de partijen staan met elkaar of boven de situatie en van jongens even terugkijken. Niet allemaal op je eigen manier, maar juist dat met elkaar te doen, ja, toch? Ja. Maar dat hebben we nog niet gedaan. Nee. Nou ja, misschien een mooie doelstelling voor de komende tijd. Ik vind het een goede. Helemaal goed. Nou, dank u wel voor het gesprek en succes. Ja. Fijne zomer nog. Dank u.